Webinar van Denk vooruit, Denk digitaal van BOVAG. Mijn naam is Renate Weggemans en wij zijn vandaag te gast bij de grootste snoepwinkel van Nederland. Hier verkopen ze niet alleen jongensdromen, maar ook meisjesdromen. En als er ergens is waar ze weten hoe je klanten in de watten moet leggen, dan is dat hier. En dat gaat vandaag door ons aan ons verteld worden door Mark Weg en door Sydney Brouwer. Zij gaan u meenemen in de ultieme klantbeleving. Sydney, ik geef het woord aan jou. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Wat leuk dat je kijkt naar dit webinar over klantgerichtheid en klantbeleving. En ik denk dat wij hier in het mekka zijn van klantgerichtheid en klantbeleving binnen de automotive industrie. Porsche Centrum Gelderland. En het is mijn eer om vandaag Mark Weg, oprichter-eigenaar van deze mooie club, te mogen interviewen. Dit webinar heeft 3 blokken. En na elk blok gaan we 5 minuten hebben ongeveer voor interactie met jou. Dus ik wil je ook vragen om je vragen te stellen, je opmerkingen te delen in de chat. En dan zal Renate af en toe in de uitzending komen om die vraag ook aan ons te stellen. En om die interactie een beetje te bevorderen, hebben we een mooie prijs. Mijn nieuwe boek Six Star Service, degene die de beste vraag stelt, te beoordelen door Renate. Die krijgt het boek thuis gestuurd. Dus ik zou zeggen, doe je best. Eerste blok gaat over de visie van Mark. Gaat over de visie op klantgerichtheid en op zijn Porsche-centrum. Daarna gaan we het hebben over het borgen in je klantgerichte cultuur, hoe jij dat hier doet. En als laatste gaan we het hebben over de gewone dingen die bijzonder zijn. Maar nu eerst naar Mark. Mark, dankjewel dat we hier bij jou te gast mogen zijn. Jij bent dit avontuur in 2006 gestart. Ik ben in 2006 vanaf nul begonnen, ja. Gewoon in een weiland. Het was het tweede pand wat hier in de wei gebouwd is. En we zijn begonnen met 8 personen en inmiddels na 14 jaar ondernemen zijn we iets wat gegroeid. Ja iets wat. Daar gaan we het zo over hebben. In een eerder interview met jou dat ik heb gelezen, staat dat je tijdens het interview maar liefst 3 keer bent weggelopen om klanten te helpen. Lopen we dat risico vandaag ook? Nee, want anders wordt het wel een hele lange actie deze ronde. Dus ja, dat wordt een storingsbeeld. Dat gaan we niet doen, nee. Volle focus. Gelukkig. Maar het zegt wel iets over jouw visie en jouw denkwijze over klantgerichtheid. Kan je meenemen over jouw visie op Porsche Centrum Gelderland, maar ook over klantgerichtheid en klantbeleving als geheel? Kijk, ik denk uiteindelijk betaalt de klant onze boterham. Bij mij, bij jullie, bij ons, bij iedereen, bij de BOVAG. Uiteindelijk, de klant is centraal. Nou, dat weet iedereen, dat doet iedereen om een klant centraal te stellen. Alleen, reageer ook dat de klant centraal is. Uiteindelijk is de klant mijn allerbeste goed. Mijn filosofie is, ik wil de bestaande klant die ik al heb, die al voor mij gekozen heeft, die koester ik dusdanig dat hij ten alle tijde bij mij klant zal willen blijven en hem ook niet een argument geeft, dat ik hem een argument moet geven om elders te kopen. Dus ik wil hem aan mij binden en daarom zal ik ook alle energie in die klant steken om hem bij mij te houden. Ja. Dus jij zegt, joh, ik geef mensen geen reden om weg te gaan. Maar sterker nog, je draait hem ook om. Want jij geeft mensen een reden om van heinde en verre hier bij jou een auto te komen kopen. En we zijn in Heteren. Nou, het is Heteren of all places. Uiteindelijk, de mensen willen een beleving zien. En dat is denk ik wel weer de toekomst. Het standaard dozen schuiven is een beetje voorbij. Mm-hmm. En wij proberen hier in Heteren, ook de klanten bij Porsche en Gelderland, de klanten een plaats te geven waar zij zich ook thuis voelen. Dat het een soort, het is een jongensdroom. Nou, Renate zei ook een meisjesdroom, absoluut. Je moet hier wat kunnen zien, je moet kunnen voelen, je moet kunnen proeven. En daarom geven wij de klanten heel veel redenen om inderdaad naar Heteren te komen, omdat er veel te zien is. Wij zijn laagdrempelig. We proberen de klanten elke keer die eye over de bol te blijven geven, helemaal vol te gooien met koffie en zorgt er gewoon voor dat de klant zichzelf klant voelt. Ja. En dat vind ik heel knap hoe jullie dat hier doen, want Porsche natuurlijk echt wel een premium brand, dat is niet goedkoop. En niet voor iedereen, maar iedereen is wel welkom. Kijk, ik heb de filosofie, iedereen die hier binnenkomt, of je nou komt voor een sticker of je komt voor een hele dure Porsche, iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden. Waarom? Want dan kom je eigenlijk het probleem wat ook nog wel eens gebeurt, dat je iemand verkeerd inschat. Ja. En heel eerlijk, mijn beste klanten komen echt binnen op de korte broek met de slippertjes aan.
En dan zou je ook niet zeggen dat die heel goed of heel veel gaan kopen. Maar op het moment dat je geen selectie maakt en zorgt dat je gasvrij bent en zorgt dat je laagdrempelig bent en zorgt dat iedereen ingesteld is om die klanten het naar het zin te maken, dat is het halve werk. En dat kost allemaal geen geld. Want iedereen denkt dat je altijd mega marketingbudgetten er tegenaan moet gooien voor die klanttevredenheid. Zorg gewoon in de basis goed voor je klanten. En heb je daar nou een heel concreet voorbeeld? Ik vind het altijd mooi dat jij zegt, wat ik doe is niet bijzonder. Nee. Maar je hebt wel hele bijzondere resultaten. Als je het vergelijkt in de branche. Kan je daar iets over zeggen? Waar heeft jouw visie toe geleid? Mijn visie heeft geleid dat wij toch redelijk toonaangevend zijn geworden op dit gebied in Nederland. Nou, het zij zo, het is gebeurd. Uiteindelijk is de basis het allerbelangrijkste dingetje wat je hebt. Als jouw bedrijf in de basis het kunstje van klantbeleving vasthoudt, dan heb je het al gewonnen. En vooral allemaal niet te ingewikkeld denken. Zorg gewoon, iedereen die binnenkomt, heel makkelijk, spreek ze aan. Punt. Ja. Iedereen die binnenkomt, spreek ze aan en bied ze daarna koffie aan. Het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar ik durf de uitdaging aan. Ga maar in de gemiddelde autoshowroom in Nederland te proberen. Dat gaat je niet lukken. Dat mensen aangesproken worden. Of dat ze überhaupt koffie krijgen. Maak ook niet indruk van, oh, daar is weer een klant. Nee, maak voor die klant een feestje. En of je nou Mercedes dealer bent, of Mazda dealer bent, of Porsche dealer, het moet een feestje zijn om een auto te kopen. Ja, en om überhaupt het merk te ervaren. Want dat kan je hier ook als geen ander. Nee, daarom heb je hier beleving. We hebben natuurlijk Porsche Classic Centrum Gelderland voor de klassiekers. Je hebt Porsche Centrum Gelderland voor de moderne auto. Maar je kan ook alles zien, voelen, proeven. Dus beleving. Ja. En we zitten hier tussen twee hele bijzondere auto's. Ja. Die heb jij midden in de showroom staan, in het Classic Center. Ja. Iedereen kan ze aanraken. Terwijl ik weet bijna zeker dat er bedrijven zouden zijn, mensen zouden zijn die zeggen, joh, zet dit achter glas, want hier moet je geen risico mee nemen. Nee, maar dat is ook hetzelfde. Als de klanten met kinderen komen, mogen de kinderen bij mij overal aan zitten. Want als je erop gaat letten, dan gaat er iets mis. En als je er vooral niet op let, dan gaat er namelijk niks mis. Nee. Maar als je heel erg de focus bent op heel gestrest, oh nee, meneer, daar mag u niet aankomen, dan werkt dat niet. Je moet gasvrij zijn, je moet hartelijk zijn en vooral ook die mensen het gevoel geven dat je het nog leuk vindt dat ze bij jou een auto komen kopen. Ja. Of uitzoeken of oriënteren. En elke klant is een ambassadeur. Ja, ja. En in onze eerdere gesprekken heb jij wel eens gezegd, joh, het is niet mijn doel geweest om de beste, de grootste, de meest dominante te zijn. Maar eigenlijk word jij gedreven door iets heel anders. Nou, ik wil gewoon in de basis een dat de klant tevreden is en van daaruit gaan we werken. Dus als mijn klanten mijn ambassadeurs zijn, want ik investeer dus al mijn reclame-euro's in de klant, om ze bij me te houden, die dienen dan al vervolgens als ambassadeur en die roepen tegen andere bevriende klanten of de buurman of de zus of de broer of de zwager van joh, als je een Porsche wil hebben, ga hem alsjeblieft daar kopen. En dat werkt. En dat werkt. Ja. En ik vind dat je je bescheiden opstelt, want er komen uit heel Europa komen er mensen van Porsche bij jou kijken. Ja. Hey, hoe doet die man dat nou daar in Heteren? Ja, dat is ook. En elke keer dan komen ze tot de conclusie dat dit wel de meest ultieme versie is om het te doen. Alleen het blijft altijd een crime om dat weer te vertalen in je eigen bedrijf. Ja. Je hebt hier op de muur heb je een quote staan van Ferdinand Porsche, Ferry Porsche, die zei, in het begin kon ik mijn ideale auto niet vinden, dus ik heb besloten om hem zelf te bouwen. Ja. Heb jij dat eigenlijk ook gedaan met dit Porsche Centrum? Ja, want uiteindelijk zijn we in 2006 begonnen als Porsche dealer. Nou, hartstikke leuk, dat is jarenlang prima gegaan. Uiteindelijk heb ik zelf iets met klassieke Porsches. Ja. Nou, daar kan je dus ook een business case van maken. En vervolgens hebben wij bedacht dat je een Porsche Classic Center stand-alone moet maken. En hebben we in 2015 waren we de eerste in de wereld die dat vervolgens geopend hebben. Ja. Dat heeft weer geleid dat er nog meer beleving is en voor een klant steeds meer redenen zijn om naar Heteren te komen. Ja, en jouw uitbreidingsdrift is daarmee nog niet klaar. Want je bent nu weer aan het uitbreiden met nog iets extra's. Ja, want ook weer, ik heb gekeken in mijn hele portfolio. Ik dacht, waar zijn nog kansen? En ik heb gekeken, alle zaken die ik uitbesteedde naar derden, heb ik gekeken, wat kan ik daar zelf van doen? Nou, toen kwam ik tot de ontdekking dat ik eigenlijk alles zelf kon doen. Dus we hebben alle dingen die wij uitbesteden tot voor kort, doen we nu allemaal in eigen huis. Dus dat betekent, ik hou de omzet in huis, ja. Hogere klanttevredenheid, meer efficiëntie en bovenal meer marge. Ja.
En daar draait het uiteindelijk toch om, om vooral die omzetmachine en die margemachine aan de gang te houden. Ja, maar dat is belangrijk, maar dat is niet jouw, als ik jou zo hoor praten, is dat niet jouw primaire reden. Hè? Nee. Jouw primaire drive is zo goed mogelijk zorgen voor je klanten, die zo tevreden mogelijk stellen, een beleving geven. En het vertrouwen dat daar achteruit komt is, de euro's komen dan vanzelf. Ja, dus ja. Je moet upfront investeren in de klant en dan komt het achteraf absoluut naar je toe. En dat is mijn ervaring. Daar heb ik in het verleden ook bij de andere bedrijven waar ik heb gewerkt altijd kunnen uitvoeren. En dat is mijn filosofie tot dat werkt. Ja. Er zijn heel veel bedrijven die zoeken het altijd in. Ik zoek het altijd in de omzet en niet direct in de kosten. Ja. Als je omzet hebt, komen het aantallen. Dat is een hele mooie uitspraak van iemand die, van Erik Berghoff, de grote baas van de Vermossen Groep. Ik was zijn linker en rechterhand in het verleden. En hij zei altijd, aantallen maakt alles goed. En dat is ook zo. Als je volume hebt, komt de rest vanzelf. Ja, en dat geldt ook hier. Ja. Maar volume is wel het resultaat van goed zorgen voor je klanten. Want ik kom zelf ook vaak bij bedrijven die zeggen, ja, wij willen klantgerichter worden. We willen klantbeleving verbeteren, omdat we dan meer gaan verdienen. Maar volgens mij is dat de verkeerde kant op denken. Ja, je moet eerst in de basis zorgen dat de klanten tevreden zijn. Ja. En dan gaan ze automatisch meer geld bij je uitgeven. Ja, ja. Duidelijk. Renate, zijn er al vragen binnengekomen voor Mark? Ja, zeker. De eerste vraag die binnen is gekomen is, wat maakt het verschil tussen Porsche Centrum Gelderland en andere Porsches dealers? Gezien de vele awards ook die jullie gewonnen hebben. Waar maakt het verschil? Uiteindelijk, de klant maakt het verschil. Uiteindelijk, de klant betaalt en de klant bepaalt. Het enige wat wij moeten doen is zorgen dat de klant bij ons eventueel komt. En nogmaals, mijn collega dealers doen ook heel goed hun best. En ik moet ook gewoon goed mijn best doen. En je moet ze, wat ik al straks al zei, je moet de klant een argument geven om bij je te willen kopen. En dat is door een beleving, door sfeer, door assortiment. En we hebben gewoon veel gebruikte auto's op voorraad. We hebben gewoon veel nieuwe auto's op voorraad. Er is wat te zien en er is passie. En één dingetje wat nog steeds heel belangrijk USP is van ons. De eigenaar staat nog op de werkvloer. Ja, ja. En dat is, daarom ben ik blij dat je hebt toegezegd vandaag niet weg te lopen uit het interview. Want als ik jou zo bezig, we zijn hier nu een halve dag. Als jou bezig zie, dan ben je altijd met klanten bezig. Ja. En dat is gewoon geweldig om te zien. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, zeker. Ik heb een hele mooie vraag van een motorfiets-eigenaar. Ik vind het knap dat jullie, net als ik, inspelen op beleving in de winkel. Maar hoe ga je om met, ik wil van tevoren een inruilwaarde weten voordat ik half Nederland doorrij? Een hele specifieke vraag. Ja. Is ook weer, hoe ga je met de klant om? Wij mailen dus nooit een aanbieding naar de klant toe. We bellen de klant altijd op. We proberen hem te teasen. En uiteindelijk is het ook de skills van de verkoper om te zorgen dat de klant naar je toe komt. Vooral om weer te zeggen, meneer, kom even langs. Ga even proefrijden. Kom onze sfeer snuiven en op die manier die klant naar je toe halen. Maar zeg je daarmee ook dat jij, als een klant dat per se wil, dat jij de klant laat gaan? Dat je zegt, dit past niet bij onze werkwijze, we willen je graag live verwelkomen? Nee, kijk, in principe kan je tegen een klant altijd een bandbreedte aangeven. Maar het blijft natuurlijk altijd feit. Meneer, als uw auto heel mooi is, krijgt u veel meer geld. Maar valt uw auto tegen, krijgt u minder geld. Ja. Dus je moet altijd wel een beetje de verwachting managen. Ja. Maar per saldo, als die klant een beetje in de mood is, dan begrijpt hij ook wel dat dat niet gaat en dat je vaak een auto moet zien om een prijsje te kunnen geven. Ja, ja, duidelijk. Renate? Ja, hoeveel vragen willen jullie nog hebben? Nog eentje. Nog eentje. Dan doen we deze vraag, die komt uit Noord-Holland. Hoe ga je om met een klant die je compleet hebt vertroeteld, waar je altijd voor klaar hebt gestaan en toch loopt hij dan op een gegeven moment bij je weg? Het gebeurt, het kan. En dan moet je toch weer groot en volwassen zijn en die klant gewoon heel veel succes wensen bij de klant of bij het bedrijf waar die dan koopt. En gewoon weer opgaan voor de volgende ronde. Want je kan dan die klant helemaal door de telefoon heen trekken en zeggen, joh, wat maak je me nou? Het brengt helemaal niks. Je bent dan de klant echt kwijt. En wees dan een goede verliezer en zorg ervoor dat die man het gevoel heeft,
tot die toch ook weer die deur open staat als die toch weer de volgende ronde langskomt. Nou ja, en dat is... Ik ken de context van deze vraag natuurlijk niet, maar als ik hem zo hoor, dan is het... je verliest misschien de transactie in dit geval, maar als je de relatie behoudt, komt hij over 2, 5 of over 10 jaar misschien wel weer bij je terug. En dat is uiteindelijk de lange termijn relatie met je klant is het allerbelangrijkste. Wees gewoon een goede verliezer. Het gebeurt ook bij ons. Wij missen ook wel eens een keer een klant. Nou, het zij zo, maar wees gewoon een grote vent. En ga niet die klant of de collega dealer voor rotte vis uitmaken, want het brengt allemaal niks. Nee, nee. Zoals u hoort, we zijn in een postcentrum, dus de motoren om ons heen die ronken een beetje. Maar wij laten ons daar niet door afleiden. Wij gaan naar blok 2. En blok 2 gaat over de cultuur hier, want je hebt jouw visie met ons gedeeld. Maar dit bedrijf is inmiddels veel groter dan die 8 man waarmee je bent begonnen. Hoeveel mensen werken hier nu? Wij hebben op dit moment 130 man en er komen er nog een kleine 30 bij met de nieuwbouw. Dus dan zijn in oktober, rond de 160, 165 man. Het is belangrijk dat je al die mensen meekrijgt in jouw visie. Hmm. En dit is denk ik een grote uitdaging, niet alleen binnen Automotive, maar in alle organisaties. Hoe zorg jij er nou voor dat jij jouw visie borgt in alle hoeken en gaten van die organisatie? Dat iedereen dezelfde trant handelt? Wij proberen vooral ook onze eigen medewerkers te motiveren om juiste kandidaten aan te leveren. Daar worden ze ook voor beloond. En als de klant of als de kandidaat uiteindelijk door de proeftijd heen komt, wordt de betreffende medewerker daar ook echt voor beloond. Ja. Dus dat werkt goed. Die mensen die daar vandaan komen zijn vaak heel erg, die hebben al de juiste match. Ja. Omdat mijn eigen mensen natuurlijk heel goed weten welke match wij zoeken. Want het is ook altijd een leuke vraag van hoe kom je aan goede mensen? Elke kok wil werken bij een Michelinsterrenrestaurant. Nou, en een monteur die wil het liefst werken bij of Ferrari of Maserati of bij Porsche. Ja, en wat is dan mooier dan bij het mooiste bedrijf van Nederland? Ja, nou ja, maar je ziet het meer. Bedrijven die heel goed zijn voor hun klanten zijn ook vaak hele leuke plekken om te werken. Coolblue wordt overladen met sollicitaties. AFAS wordt overladen met sollicitaties. Jij vast ook. Heel veel mensen die heel graag bij jou willen komen werken. En dat zie je wel. Als je goed zorgt voor je klanten, dan word je ook aantrekkelijker voor medewerkers. Kijk, ik vind het gewoon verschrikkelijk belangrijk dat mijn medewerkers gelukkig zijn in hun werk. En je moet ook leuk vinden om voor hem te werken. En vind je het niet leuk, ook goed, maar dan moet je ergens anders gaan werken. Dus wij proberen ook altijd een dusdanige sfeer in te bouwen dat iedereen ervoor wil gaan. En ook weer de filosofie. Ik heb een filosofie, ik ga 600% voor de klant. Dus mijn mensen gaan daar ook voor. Ja. En ze hoeven gewoon, als ze zelf de beslissing nemen in het belang van de klant, vind ik het goed. Als ze mij maar kunnen uitleggen waarom ze het hebben gedaan. Dus je geeft ze daarin ook heel veel vrijheid? Alle vrijheid. En dan maar wel met een heel belangrijk doel. Als jij vindt dat jij op deze manier je klant het beste helpt, en mag dat dan ook wat kosten? Ja, want ik heb ook weer, dat leggen wij altijd heel simpel uit. Stel, een receptionist krijgt een probleemklant aan zijn bureau. Ja? Nou, dat kan. Op dat moment krijg je misschien de clash dat de klant die wordt er niet blij van wat er gebeurt. Mm-hmm. Nou. Ik heb altijd gesteld, als je denkt dat die man daarna naar mij komt, en ik zal wel zeggen van, nou, regel het maar en los het maar op. Doe me dan een plezier, los het zelf al op. Dan is 1 schakeltje minder. De klant heeft 1 irritatiefase minder. De klant heeft het gevoel dat hij ook naar hem geluisterd wordt. En het wordt opgelost. Ja. En als je mij daarna kan uitleggen waarom je het hebt gedaan, vind ik het allemaal prima. Maar nu hoor ik heel veel mensen al denken, ja, maar dat is spannend, dat kan bij ons niet. Waarom niet? Nou ja, omdat ze dan dingen gratis gaan weggeven, de hoge kortingen, dingen gaan beloven die je niet kan waarmaken. Gaat dit ook wel eens mis? Ik in de 14 jaar dat ik het nu doe, heb ik nog nooit iets gehad dat ik zeg van, nou ja, dat had ik niet gedaan. Ik wil gewoon proberen ten alle tijde die klant tevreden te hebben en te houden. En dat moet je af en toe een keer slikken. Ja, dat hoort erbij. Het is niet altijd feest. Nee. Maar goed, als je op die manier werkt, 90% van de tijd wel. Heb jij veel organisaties vinden het moeilijk om nu de juiste mensen te vinden, om überhaupt mensen te vinden. Dat is bij jou minder? Nee, wij groeien nog steeds en we krijgen nog steeds mensen erbij. En we hebben bijvoorbeeld een paar, voordat de corona uitbrak, hadden wij een hele laagdrempelige inloop voor monteurs. Ja.
We hebben toen gewoon op een woensdagavond om 6 uur. En dan hebben we alleen maar gecommuniceerd via social media. Wij zoeken met een hele rij van vacatures die we hadden. Kom gewoon langs. Dus gewoon laagdrempelig. Want natuurlijk, een monteur is niet het type die even een sollicitatiebrief schrijft. Nee. Want dat is allemaal moeilijk en ingewikkeld. Maar als je het laagdrempelig houdt van een inloop. We hadden een inloop van kom om 6 uur langs. Van 6 tot 9. Wij zorgen voor een bitterbal en een frikandel en een patatje. Kom gezellig langs. En je mag kijken wat je wil. En wil je iemand spreken, krijg je 15 minuten een speeddate. Nou, in die 15 minuten krijgen ze iemand van mijn bedrijf te spreken. Die weet na 15 minuten wel, is het wat of is het niks. En ik geloof van de 62 man die gekomen zijn de afgelopen keer, hebben we er 11 van aangenomen. Dus hoe... Uiteindelijk, dat zijn allemaal mensen die je normaal niet bereikt, want die gaan niet solliciteren, want dat is allemaal eng en moeilijk en dan moeten ze een brief sturen en dan moeten ze langskomen. En nu was het laagdrempelig en wij halen heel snel de juiste mensen eruit. En natuurlijk, er zijn ook kansloze mensen bij die al voor de derde keer solliciteren. Ook prima, maar je geeft wel weer een visitekaartje af van je bedrijf. Ze krijgen een rondleiding door het bedrijf, ze mogen alle dingen zien die we hier hebben, ze mogen ons museum zien. Het is gewoon... ook weer een beleving creëren bij hun. En daarmee, je laat ook proeven aan je bedrijf. Hè? Dit is waar wij voor staan, dit is wat wij belangrijk vinden, dit is jouw visie. Als je denkt dat je daarbij past... Kom je aan boord. Kom solliciteren, kom even een gesprekje met een kwartiertje en dan weten we of we wel of geen match hebben. Ja. Maar het is heel vrijblijvend en laagdrempelig, dus ook dan die avond naar binnen te komen. Maar ook weer heel anders dan anders. Ja. En het is simpel, we hebben het nu 2 keer gedaan en 2 keer hebben we er toch bijna 20 man uitgehaald. Dus totaal. Dus ja. Het is voor mij een heel mooi medium. Het kost in verhouding weinig. Ja. Niet allemaal moeilijke bureaus en procedures en ingewikkeld. Gewoon kom langs, kijk, voel, proef en succes. Ja mooi. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gemeten in de autobranche. Van NPS tot klanttevredenheid, van alles en erop gestuurd met targets. Mm. Hoe ga jij daarmee om? Ben jij dat ook aan het doen? Nou, wij worden natuurlijk door alle NIPO's en toestanden worden we ook gemeten. Nou, we hebben dan geluk dat wij eigenlijk in de basis een extreem hoge klanttevredenheid hebben. Al jaren. Ja. En ondanks dat we groter worden, en dan zou je kunnen zeggen, dan gaat die finesses eraf. Maar in de basis hebben wij een hoge klanttevredenheid. En af en toe kan je aan knopjes draaien om de klanten nog meer te verteren. Maar uiteindelijk moet je gewoon je kunstje doen. En je kunstje betekent gewoon goed je best doen. Ja. Geef jij jouw medewerkers targets wat betreft klanttevredenheid, NPS, dat soort dingen? Nee. Het enige is dat ik regel... We hebben dan een bepaalde Excellence Cup. Dat is bij Porsche dingen als beste Porsche dealer van Nederland. Nou, dat is wel weer een titel. Nou, is ook niet meer leuk, want die win je ook altijd. Nee, dus hij is nu 9 keer geweest en we hebben hem 6 keer gewonnen en we zijn 3 keer tweede geworden. Dus, en natuurlijk, voor een grote dealer, en Pond probeert natuurlijk elke keer weer een nieuwe methodiek, een nieuwe KPI erin te fietsen die weer moeilijker is voor een grote dealer. Ja. Maar uiteindelijk, dan proberen we toch elke keer weer daarin mee te gaan. Ook weer om onze mensen te motiveren. En het is natuurlijk wel een groot feestje als je met 130 man weer kan zeggen, joh, we hebben het weer gered. Ja, maar loop jij hier de hele dag rond te roepen, hey, we moeten weer hogere NPS halen? Of ben je met andere manieren mensen aan het motiveren en aan het inspireren? Nee, wij proberen door die KPI's te meten, of die worden gemeten, om te kijken van waar loop je in het spoor en waar zou je eventueel achterlopen. En dan kan je daarin in bijsturen door nog beter overleg of beter werkoverleg of beter communiceren of in de werkplaats met 3-hoekgesprekken. En je kan het natuurlijk allemaal net zo gek verzinnen als je wil. In de basis moeten je medewerkers zorgen dat de klant gelukkig is en blijft. Ja, ja. En daar helpt geen enkel programma tegen, daar helpt geen enkele vergadering tegen. Ze moeten vooral in de basis bedenken, joh, jouw klant of de klant betaalt jouw salaris. Punt. Ja. En dat is het onderliggende fundament voor alles wat ze doen. En daarop verder kan je doorborduren. Alleen in mijn ervaring is het ook zo dat cijfertjes of scores motiveren niet echt. Het zijn de verhalen van de klanten zelf, de complimenten die je krijgt, de verhalen die ze delen.
dat gaaf is, dat geeft energie in je bedrijf. Heb je manieren waarop je dat deelt? Nee, kijk, ik vind een monteur namelijk net zo belangrijk als mijn financieel directeur of als mijn beste verkoper. Omdat we het ook samen moeten doen. Ja. En een monteur vind ik gewoon ook heel belangrijk. Tuurlijk, ja. En een monteur kan ook gewoon bij mij binnenlopen. En een monteur spreek ik ook op de werkvloer aan. En ik vind het ook leuk als die jarig is om even een handje te schudden. Het is allemaal van die kleine dingen bij elkaar. Het kost geen geld. Aardig zijn en ook als baas tussen aanhalingstekens die mensen te motiveren. Ze moeten voor mij willen werken. Ja. En als ze voor mij willen werken, dan vinden we het allemaal supergezellig en dan hebben we het samen super naar het zin. Duidelijk. De laatste vraag die ik hier nog heb, dat vond ik wel een interessante. Deze visie heb jij nu rondom het merk Porsche gecreëerd. Mm-hmm. Maar kan dit ook bij een Volkswagen, bij een Renault, bij een Mazda? Of werkt het echt specifiek voor Porsche? Nee, ik ben van mening, want ik ben ook Skoda-dealer geweest in het verleden. Nou, het is allemaal wat verwacht de klant en wat ervaart de klant. En als je die verwachting kan overtreffen, is het kunstje gedaan. Ja. Kijk, bijvoorbeeld bij een Skoda-dealer vindt de klant het al heel bijzonder als die koffie in een kopje krijgt. Ja. En bij ons, bij Porsche, moet het koffie in een kopje met een koekje en dan een beetje van die cacao eroverheen, want dan is het allemaal helemaal toetie. Dat is het verschil. Je moet de verwachting van de klant managen. Maar zeg je daarmee eigenlijk ook dat het juist voor een Renault of een Mazda makkelijker is, zelfs nog? Je moet gewoon het verschil maken. Uiteindelijk het product, en dat is bij Porsche ook, het product komt allemaal uit dezelfde fabriek, bij alle merken. Mm-hmm. Jij als dealer moet dat verschil gaan maken. Ja. Nou, en wanneer maak je het verschil? Nou, kan je maken in korting. Nou, dat is makkelijk, maar iedereen kan korting geven. Ja. Dus dat is het hem ook niet. Dus uiteindelijk moet je het in service, in beleving, in gastvrijheid, in klanttevredenheid, daar moet je het verschil gaan maken. Ja. En ik vind het wel een interessante vraag om ook aan de mensen, de kijkers mee te geven. Stel jezelf eens heel erg de vraag, ook met je team, waarom zouden mensen nou naar jou komen? En want heel vaak hoor je dan, ja, we hebben goede service of ja, je kan de auto's aanraken. Maar dat kan eigenlijk bij elke dealer nog. Waarin maak jij nou echt het verschil en ben je echt anders dan andere collega-dealers? Dat is wel een belangrijk idee om daarover na te denken met je eigen team. Ja, één heel klein dingetje. Wij zijn bijvoorbeeld zelf 24 uur per dag bereikbaar. Ja. Zelf. Dus zonder meldkamer, zonder callcenter. Wij nemen zelf 24 uur per dag, 7 dagen de week de telefoon op. Op het moment dat er een klant om 3 uur 's nachts belt en er wordt door iemand de telefoon opgenomen en iemand die ook dedication heeft met de klant, dus niet iemand die de telefoon aanneemt, die het kenteken noteert en die dan voor je aan de slag gaat. Nee, wij kennen de klant, wij weten de klant en we gaan met de klant aan de slag. Ja. En we gebruiken natuurlijk ook alle nooddiensten en noodservices van Porsche die er dan zijn. Maar we proberen in de basis de klant zo snel mogelijk weer mobiel te houden op het moment dat hij bijvoorbeeld strandt. Of ja. Op het moment dat hij een vraag heeft. En bij ons kunnen ze ook om 10 uur 's avonds of om 11 uur 's avonds bellen om een auto te kopen. Ja, maar ik begreep ook, en wat als het gaat om je mensen inspireren, is voorbeeldgedrag daar natuurlijk mm-hmm. heel belangrijk in. Ik begreep ook dat jij vrij regelmatig zelf nog 's avonds de telefoon oppakt om die klanten te helpen. Nou, ik neem zelf na 6:30 altijd de telefoon op. Want hij staat namelijk doorgeschakeld naar mijn mobiel. Jij neemt dus als er een klant met een probleem is? Ja. En ik heb weer achter mij, dus ik hoor het verhaal aan. En ik kan redelijk goed inschatten hoe en we het probleem kunnen managen en oplossen. En ik heb weer achter mij weer 3 mensen die weer ingeschakeld worden om de klant weer te helpen. Alleen, ik weet zeker dat ik altijd opneem. Dat is het voordeel. En dat is de truc met het ei. Gewoon zorgen dat de klant altijd je kan bereiken. Ja. En jij bent het callcenter van Porsche. Ja, en ik weet dat ik zelf altijd de telefoon opneem. Ja, ja. Wow. Dus en daarom hoef ik er ook niet. Ik kan dat heel makkelijk bij een derde neerleggen. Alleen dat weet ik het niet zeker. En bij mezelf weet ik het zeker. Nee, maar jij doet nu alsof dit een normaalste zaak van de wereld is. Ik denk dat in heel veel dealerorganisaties dat niet zo is. Maar daarmee stuur je een ongelooflijk sterk signaal naar je team hoe belangrijk jij die klant vindt. Ja, en ik help zelf ook een klant om 3 uur 's nachts. Ja. En ik heb ook een keer 's nachts om 3 uur 's nachts een band gewisseld bij een klant. Ja. Omdat ik mijn collega's om 3 uur 's nachts niet uit bed kan bellen. Ja. En ik denk, en die man stond redelijk dichtbij. Ik denk, dan los ik zelf een leven op.
Nou, dat is ook gelijk weer een uitstraling naar mijn mensen, dat ze gewoon, dat ik ook heel ver ga in de klantbeleving. En hoe vaak denk je dat deze klant dit al heeft verteld aan zijn andere vrienden met een Porsche? Maar het was ook, die man ging met zijn gezinnetje op vakantie. Ja. Dus ik heb ervoor gezorgd dat hij op vakantie ging. Ja, ja, er zijn voor je klant als het er echt toe doet. Ja. Renate, hoe is het met de vraag in de chat? We hebben vragen hoor. Leid je ook jonge mensen op tot monteur? Of zijn het allemaal ervaren mensen? Heb je hier ook leerlingmonteurs? Wij hebben altijd leerlingmonteurs van de diverse ROC's. En ook gelukkig kan je dan ook weer, die scholen sturen ook de beste jongens inmiddels naar ons toe. En als ze goed zijn, dan blijven ze gewoon. Ja, en dezelfde vraag voor verkopers. Komen verkopers hier helemaal blank binnen? Of hoe leid je verkopers op? Nee, daar heb ik weer een andere filosofie in. Ik denk niet dat een Porsche klant geholpen wil worden door een junior verkoper. Dat is mijn filosofie. Als de klant binnenkomt, wil hij iemand tegenover hem hebben die een gesprek kan voeren. En die ook kan zorgen dat er iets verkocht wordt. Kijk, en een junior verkoper, hoe goed hij zijn best ook zal doen, zal altijd proberen om de auto te verkopen, terwijl hij misschien de skills niet heeft om het te doen. Dus ik heb wel twee product geniusen om de auto's uit te leggen. Maar mijn verkopers zijn allemaal volwaardige verkopers met minimaal 10 jaar ervaring. Ja. Nou, en daarop aanhakend, eerder vandaag waren we de auto die naast jou staat, was een van jouw geniuses of een verkoper van jou, was die auto aan het uitleggen aan een klant. En de details waarmee hij het vertelt, geeft echt een beleving en echt emotie aan die auto. Dat het tapijt in de kofferbak net even anders is dan het tapijt in de cabine. Ja, daarna hoef je eigenlijk niet meer te verkopen. Nee, en nou, je hebt zelf ervaren hoe de klant dat ervaart. Ja. En ik weet zelf ook niet alles. Alleen ik zorg ervoor dat het traject tot en met de aflevering geregeld wordt. En de aflevering gebeurt door een van mijn twee jonge collega's. En daarna kom ik weer en ik geef een hand en ik schud de klant en ik wens de klant heel veel veilige kilometers. En het cirkeltje is weer rond. Doe jij elke aflevering, elke verkoop, uiteindelijk ben je daar zelf een keer in betrokken? Nou, kijk, wat mensen ook weer bij ons heel belangrijk vinden, dat ik af en toe die eye over the ball meegeef. Nou, prima, dan doe ik dat. Want ze komen niet alleen voor Porsche Centrum Gelderland, ze komen ook voor Mark. Nee, dat mag en dat vind ik ook prima. En dat is ook wat ik niet vervelend vind. Nee. Kijk, en als ik denk van, goh, daar komt weer zo'n klant aan. Als ik dat moment krijg, dan ga ik hiermee stoppen. Nou ja, en dat is ook weer terug aanhakend op een eerdere vraag die we kregen. Het gaat om de relatie en niet om de transactie. Denk groter dan deze ene verkoop. Maar hoe ga je voor 10 of 20 jaar een relatie aan met je klant? Denk in de toekomst. En af en toe moet je eens een keer een deal doen dat je denkt, nou, word ik hier heel erg blij van. Maar gewoon toekomst, lange termijn en zorg ervoor. En probeer zo weinig mogelijk korte termijn te denken. En dat doen er te veel. Ja, duidelijk. Heb je nog meer vragen, Renate? Ja, ik heb er nog wel eentje. Ik heb een vraag van een dame die heel nieuwsgierig is of het selectieproces van die 11 techneuten, of dat een goed proces is geweest. Zijn ze alle 11 nog aan boord? Ja. Hoe ga je ermee om als iemand niet naar wens functioneert? Eigenlijk weet je al na anderhalve maand, of eigenlijk na een maand, anderhalve maand, is dat al wel bekend. En dan, heel eerlijk, dat is heel plat, strik erom en op naar de volgende. Ja. Want wij gaan niet, als de klik er niet is, gaan we niet zorgen dat er een klik komt. Want dat kost heel veel energie en dan heb ik liever meer dat ik mensen heb die echt graag bij ons willen werken. We hebben ook extreem weinig verloop. Dat is ook hetgene waar ik heel erg blij mee ben. Dus de groep die corrigeert die personen vanzelf al wel. Ja. Dan hoor ik jou daar eigenlijk ook mee zeggen, van, joh, als je het eerst intern goed voor elkaar hebt met je team, dan komt het extern, die klantbeleving vanzelf al. Buiten winnen is binnen beginnen, is mijn filosofie. Als ik jou zo hoor praten, dan geloof je daar ook in. We laten geen rotte appels in onze cultuur zitten. Nee. Omdat het uiteindelijk op de lange termijn veel te veel kost. Ja. En ook een dingetje wat wij doen. Kijk, wij verwachten dat het weer drukker wordt. Ja. Nou, we hebben het echt druk. Ondanks dat de corona is, hebben we het gewoon druk. En ik neem er nu weer een verkoper bij. Ja. En waarom? Ik kan ook wel even wachten tot iedereen overspannen is en moeilijk en ingewikkeld. Of ik zet één schakeltje erbij,
om meer rust te krijgen, meer kwaliteit, meer tijd voor de klant. Om te zorgen dat je daar weer gewoon je klanttevredenheid weer mee omhoog houdt of eventueel nog hoger mee krijgt. Ja, nog tijd voor eentje, Renate? We hebben er nog één hoor. Waarom laat je de auto uitleggen door de productspecialist, de product genius, en niet door de verkoper die de klant ook in het hele aankooptraject begeleidt? Hebben wij ook weer. Ik ben van mening, een verkoper moet verkopen. Dus wat doen we? Hij moet, één focus van de verkoper is dat hij moet en blijven verkopen. Een uitleg is leuk. Maar op het moment dat je de klant, je doet de hele papierwinkel met de klant en alle contracten en leasingcontracten en weet ik het allemaal niet, doet de verkoper met de klant. Dan draagt hij de klant over aan de product genius. Die legt die auto briljant uit, want dat nummer krijgt de klant ook mee, zodat hij ook onderweg kan bellen om eventueel als hij nog info nodig heeft om als vraagbaak te functioneren. En op het eind komt de verkoper weer in beeld om de klant nog weer heel veel veilige kilometers te wensen. Het afleveren, dat kan duren 10 minuten, dat kan duren 3 uur. En in die tijd heb ik liever dat mijn verkoper gewoon zijn kunstje doet en auto's verkoopt. Dus jij zet, als ik het zo begrijp, de mensen met een bepaald talent, ook zorg je ervoor dat ze hun talent maximaal kunnen inzetten. Dus je zet in de verschillende punten van de customer journey, om het zo te zetten, zet je mensen in die daar het meest geschikt voor zijn. En je laat niet één iemand de hele customer journey begeleiden. Kijk, iedereen weet, kijk, een verkoper is meestal niet het meest administratieve talent wat we hebben. Ja. Dus wat doet een verkoper? Een verkoper is, de focus is op het schrijven van de order. Punt. Handtekeningetje eronder, klaar. Daarna gaat de order weg en hij wordt aan de achterkant door mijn verkoopadministratie helemaal verwerkt. En de klant wordt in de tussentijd op de hoogte gehouden, dus alles gaat goed. En de verkoper komt pas weer in beeld als hij weer de afspraak moet maken voor de aflevering. Ja. Dus dat zijn de momenten dat het belangrijk is dat de verkoper in beeld is en blijft. Ja. En je basisprocessen zitten gewoon heel goed in elkaar en daarop kan je ook verder bouwen naar zo'n geweldige klantbeleving natuurlijk. Ja. En nogmaals, verkopers zijn administratief. Is niet hun ding. Nee. Dus dan moet je het vooral weghalen. En ik heb altijd wel eens een hele leuke discussie wat nou een verkoper moet doen. Nou, heel veel mensen zeggen ja, een verkoper moet offertes en die moet een hele hoop doen. Ik zeg nee, een verkoper moet alleen maar verkopen. Dus, want dat is zijn baan, verkopen. En hij hoeft mij alleen maar uit te leggen waarom het allemaal wel gelukt is en niet waarom het niet gelukt is. Duidelijk. Hebben we al een winnaar voor het boek, Renate, of maken mensen nog kans als ze nog vragen hebben? Mensen maken zeker kans, maar ik heb er eentje, die heb ik achter de hand gehouden, want dat vond ik wel een hele leuke. Hè? Dus, we gaan naar het laatste blok, Mark, en die heb ik genoemd gewone dingen die eigenlijk bijzonder zijn. Dingen die jij heel gewoon vindt, hoe jij erover praat, maar die in andere bedrijven misschien wel eens heel bijzonder gevonden kunnen worden. De eerste die ik tegenkwam, vond ik zelf een hele leuke, is de Ladies Night. Ja, het is een traditie geworden. Kijk, het organiseren van events is op dit moment even iets moeilijker, maar ik verwacht dat het allemaal wel weer goed komt. Wij hebben al jarenlang de Ladies Night. Ja. Dat is gewoon een traditioneel feestje. Het is inmiddels een hele happening geworden. We hebben hem nu 4 keer georganiseerd en wij nodigen alleen de vrouwen uit van al onze klanten. Dus de vrouwen, de moeders, de zusters, de vriendinnen, dochters, de hele kliekersboel. En dan heb je 800 vrouwen bij elkaar. Uiteindelijk, de vrouw bepaalt heel erg de aankoop van een man. Want als de vrouw de zegen geeft, dan mag de man meestal kopen. Ja. Want iedereen roept wel, de vrouw bepaalt de kleur. Dat valt dan wel mee, want als de vrouw echt niet wil, dan kan die man heel hoog springen. Maar dan gaat die auto gewoon niet door. Dus eigenlijk is de vrouw jouw belangrijkste klant, kan ik het zo zeggen? Nee, het is ook een onderdeel van het kunstje. Want die klant, als je die vrouwen pleased. En ik krijg heel veel ook vrouwen zeggen, wanneer hebben we weer die ladies night? Nou, nu even niet, maar zodra we het weer kunnen organiseren, doen we dat. En is ook weer beleving. Die vrouwen komen allemaal vrouwen van dezelfde pluimage tegen. Is gezellig, vriendinnen, het is één groot kippenhok vol. En hartstikke gaaf. Ja, wat leuk. Ja. Ik heb een keer een gesprek gehad met iemand anders van een andere merk, ander dealerbedrijf. En die zei tegen mij, joh, we zijn gestopt met het ophalen en afleveren van auto's bij onderhoud en APK en dat soort dingen. Want dat liep gewoon gierend uit de klauwen. Jij doet dat al jaren en ik geloof niet dat jij er van plan bent ooit mee te stoppen.
Nee, wij doen vanaf dag 1 halen en brengen we de auto gratis bij de klant. En dat is een serviceartikel waar ik heel veel waarde aan hecht. Ja. En de klanten blijkbaar ook. Uiteindelijk, het klinkt heel dik van we halen en brengen altijd uw auto. Maar per saldo, heel veel mensen komen altijd zelf toch nog met hun auto. Om toch ook even de beleving weer te ervaren. Daar zijn we weer. Ja. Alleen, je kan roepen bij de verkoop, wij halen en brengen gratis uw auto bij onderhoud. Maar dat doen we op het moment dat je lampje kapot is. Maar we doen het ook bij een grote onderhoudsbeurt. We doen het dus altijd. Ja. Want dan voorkom je ook weer het probleem dat de receptionist moet gaan kiezen op het moment dat er een lampje kapot is, dat hij die auto niet op gaat halen. Want dan zegt hij, ja, maar meneer, voor dat lampje kunnen we uw auto niet ophalen. Nee, wij doen het altijd. En waarom doen we het altijd? Het is gewoon onderdeel van onze marketingfilosofie. En het kost echt serieus geld. Alleen, het is al zo ingebed in mijn bedrijfsvoering dat het gewoon gebeurt. En we halen dagelijks extreem veel auto's op bij klanten. Ook weer om die beleving bij de klant te krijgen dat de klant ontzorgd wordt. En dan wordt de auto netjes opgehaald of door een nette chauffeur of door een trailer of door de vrachtwagen. Als de klant maar het gevoel heeft, ik ben klant en ik word ontzorgd. Ja, dus dat neem je helemaal uit handen bij de klant. Ja. Ook weer de chauffeurs, zijn die allemaal bij jou in dienst of doe je dat ook weer met externe? Nee, we hebben diverse chauffeurs zelf in dienst. Ja. Maar in mijn 130 man zitten geen de losvaste chauffeurs. En die huren wij eigenlijk al 14 jaar in bij hetzelfde bedrijf. En die chauffeurs zijn geselecteerd op onze criteria, met onze jasjes, met onze petjes. En die doen ook wat wij willen. Ja. Dus de klant ziet dat niet tot het een externe partij is. Dus die heb je ook weer meegenomen in jouw filosofie, ja. En die handelen daarbinnen. Maar ook die chauffeurs, als wij zometeen weer een feestje hebben, we hebben volgende week weer de jaarlijkse barbecue, zijn die chauffeurs er ook bij. Want ze horen natuurlijk ook bij de club. Ja, want ze komen hier elke dag over de vloer. Ja, en die zijn net zo trots op de winkel als dat ik het ben. Ja, ja. En jij zegt, joh, je doet eigenlijk niet aan marketing. Heel weinig. Maar hier investeer jij je marketing-euro's. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld waar jij dan wel je marketing-euro's investeert en die toch ook weer bijdragen. Ja, en dat is, kijk, je kan heel veel geld advertenties zetten en je kan heel veel doen. Alleen dit is een item wat heel erg één op één bij de klant terechtkomt en wat de klant ook waardeert. En ook al zegt de klant, het kost u €45 om uw auto te halen en te brengen. Ja, dat voelt niet goed bij de klant. En het gaat niet om het geld, maar dan zeggen ze, ja, dat zou ook gratis moeten kunnen. Dus die hele discussie moet je gewoon compleet wegblijven. Regel het gewoon voor de klant. Hoe ver ga je daarin? Want op een gegeven moment is het niet dat een klant alles gratis wil? Nee, kijk, service hoeft niet per se gratis te zijn. Nee? Okay. En als je van tevoren aangeeft, ik haal en breng gratis, moet je dat gewoon doen. Ja, oké. Okay. Dus dat is duidelijk. Die hebben we allemaal eigenlijk al besproken. Renate, zijn er alweer vragen binnengekomen? Ja, ik heb zeker een aantal vragen. Ze komen binnen via de live chat, maar ik heb er ook een paar per mail binnengekregen. Maar pak eerst nog even iets uit de live chat. Die extra verkoper die je aanneemt, die moet gaan zorgen voor meer klantbeleving. En uiteindelijk moet dat de kassa doen rinkelen. Is dat ook echt jouw ervaring? Dat is een vraag die ik krijg van... In de vorm van? Vertaalt het ook... Vertaalt de extra verkoper voor een hogere klantentevredenheid zich altijd terug in een hogere omzet en een beter resultaat? Uiteindelijk creëer je meer rust in je verkoopteam, omdat je een poppetje meer hebt. Kijk, de betreffende verkoper die ik nu ga aannemen, die ken ik toevallig. Dus dat is, die is zo inzetbaar. Dus dat is ook weer een voordeel. En ik wil gewoon ook verkopers hebben die kunnen verkopen. En je kan ook nooit allemaal dezelfde verkopers hebben. Kijk, ik moet niet allemaal dezelfde poppetjes hebben. Want de ene klant die wil graag in 3 weken door het proces heen. En de andere klant wil in 2 minuten door een proces heen. Dus elke klant heeft ook zijn eigen smaak. En we hebben nu een mooie mix van allerlei verschillende smaken verkopers, waardoor voor elke klant is wel wat wils aan boord. Ja. Verwacht je dat ooit een Porsche online helemaal verkocht gaat worden? Komt er een koop nu knop op de website van Mark Weg? Dat speelt natuurlijk al jaren in de autobranche en dat was het gevaar. Uiteindelijk denk ik dat een auto, en of het nou een Porsche is of een ander merk, dat een Porsche na een huis een van de duurste items is wat een klant kan aanschaffen.
ik blijf nog wel van mening, en misschien een auto van rond de 10.000 euro, tot dat een hele andere case wordt, omdat er minder emotie bij zit. Maar als je in de duurdere auto's gaat, dat klanten nog echt wel even willen voelen, ruiken, proeven, voordat ze dan tot aanschaf overgaan. En toch dat willen doen in een fysieke showroom. Maar als ik dan even advocaat van de duivel mag zijn, de Tesla's worden bijna niet meer in de showroom verkocht. Maar dat is een ander concept vanaf dag 1. Oké, okay, dus dat is als je van de klassieke auto houdt, dan gelden de andere regels. Ja, en ik vind het super knap hoe Tesla dat gedaan heeft. Alleen, dat blijkt dus ook weer tot mensen dat bij Tesla accepteren, dat ze in het havengebied met z'n 3500 in één keer een auto moeten ophalen. Je kan er iets van vinden. Ik denk vooral in de premium segmenten waar wij dan in zitten, dat dat gewoon nog steeds mensen nog heel graag willen laten zien aan de rest dat ze of een Porsche kopen of een andere dure auto. Omdat het natuurlijk ook nog wel een beetje een ego dingetje is. Een status dingetje. Ja, dankjewel. Ja, wat inspireert jou als ondernemer? Waardoor raak jij geïnspireerd en doe je ideeën in op? Ik kijk heel goed in de markt en alles is namelijk al bedacht en je moet gewoon heel goed blijven kijken, snuffelen, voelen, proeven waarom je sommige dingen doet of niet doet. Je kan heel goed ook in andere branches kijken van waar doen zij of hoe gaan zij met klanten om dat vervolgens te vertalen naar binnen het autobedrijf. Ja, dus maar kan ik me ook voorstellen dat jij inspiratie uit hotels of e-commerce partijen of gewoon op allerlei andere gebieden die ogenschijnlijk heel ver weg staan van jouw branche, dat je daar toch inspiratie vandaan haalt? Ja, je moet gewoon kijken van hoe wordt een klant tevreden? Hoe wordt een klant gelukkig? En uiteindelijk is dat het enige wat wij moeten doen. Zorg dat die klant gelukkig is en blijft. Ja, ja. Ik vind het ook mooi als ik met jou praat en ondernemers die hetzelfde geloven, dan merk je gewoon heel erg dat ze gedreven worden door het geloof dat goed voor je klant zorgen, dat het allerbelangrijkste is. Jij hebt geen Excel-sheets nodig, geen businessplannen nodig, geen dit soort dingen heb jij niet nodig, cijfertjes om te laten zien, om ergens voor te gaan. Nee, ik ben ook van mening, als jij een goed plan hebt, doe het dan. En zorg, rol het uit. Alleen, het is vaak, je moet het wel even doen om te zorgen dat er iets gebeurt. Het gaat allemaal niet automatisch. Wat wij hier doen is ook niet automatisch begonnen. En als ik nu zie wat wij hier hebben na 14 jaar, had ik misschien in 2006 het anders moeten bouwen. Ja, uiteindelijk hebben we nu 6 keer gebouwd in 14 jaar tijd. Ja, als ik het van tevoren geweten had, had ik dat anders gedaan. Ja. Alleen, het is gebeurd. Ja. En ik wil niet zeggen dat het me overkomen is, maar uiteindelijk bouwen we elke keer weer, gaan we voor de next level. En we gaan elke keer voor de volgende stap. En wat zeg je nou tegen dealers, tegen ondernemers, managers die hier heel door geïnspireerd zijn door jou en zeggen, hey, zoiets wil ik ook, maar ik ben er nog lang niet. Waar beginnen zij? Nou, gewoon kom gezellig langs in Heteren en koffie drinken kan altijd. En misschien kan ik je inspireren om gewoon denk eens een keer buiten die box. Want als je bent zoals de rest, word je zoals de rest. Dus dat betekent ook weer dat de klant geen argument heeft om bij jou te kopen. Want je bent zoals de eenheidsworst. Dus je moet vooral zorgen dat je anders bent. En anders in de vorm van andere ervaring, andere perceptie, andere beleving. Zorg gewoon dat je niet een van de bent of wordt. Misschien moet ik een keer een inspiratiemiddag hier organiseren voor mensen die dat willen. Kan altijd. Koffie staat altijd klaar. Renate, we gaan bijna afronden, denk ik. Maar heb jij nog vragen? Ja, ik heb er nog eentje binnen. Of er ook dames in jouw verkoopteam werken? Nee, ik heb dat is ook weer iets. Ik heb hele lieve dames als hostess en als gastvrouw. Vind ik prima. Alleen, ik vind dames, hoe goed ik ook sommige dames, die weet ik dat ze goed kunnen verkopen. Alleen, het blijft altijd een beetje tricky. We hebben natuurlijk altijd wel een beetje mannetje klanten. De dames die succesvol in de verkoop zien er meestal ook wel gezellig uit. Dus daar kan je een beetje stress krijgen als zo'n meisje dan de man of de klant belt of appt 's avonds, dat de partner een beetje in de war kan gaan raken. En dat wil ik liever voorkomen. Dus daarom blijf ik liever gewoon bij de mannen. Oké. Wat hebben wij nog meer? Even kijken.
Ja, maak jij ook jaarlijks een verbeterde plan of spring je daar direct op? Ja, het is, wij zijn niet een bedrijf wat plannen maakt, want als we het bedenken, voeren we het gelijk uit. Ja. Dus we gaan niet eerst dat we met 36 projectcommissies over een bepaald leuk idee gaan praten. Hebben we een idee? Prima. Hebben we er wat aan? Is het handel? Is het haalbaar? Gelijk uitvoeren. En vooral alles heel erg uit het onderbuikgevoel doen. Ja. En niet allemaal met allemaal scenario's en links en rechts en dit kan misgaan. Nee, als je het niet probeert, weet je zeker dat het niks wordt. Zeg je ondernemersdrijf hoor je daar weer. Ja, maar dat is ook wat ik zelf leuk vind. Je moet ook gewoon blijven ondernemen. Je moet buiten die box blijven denken. Je moet uniek blijven. En zorg dat je elke keer weer een argument geeft aan de klant waarom de klant naar jou toe moet komen. Hoe is jouw verdeling van jouw werkdag? Hoe vaak zit je in de cijfertjes en hoe vaak ben je gewoon bezig? Of heb je al je cijfertjes, je boekhouding, je financiële dingen, heb je allemaal uitbesteed aan iemand anders en jij bent gewoon op de werkvloer? Kijk, ik ben meewerkend voorman. Ik sta 100% op de werkvloer. En natuurlijk kijk ik naar mijn getallen. Het voordeel is dat mijn getallen moeten, als ik naar mijn getallen kijk, moeten ze eigenlijk al er staan wat ik zelf in mijn hoofd heb. Ja. En meestal matcht dat. Want uiteindelijk, als het heel druk is en heel veel afgeleverd wordt, moet automatisch de omzet omhoog gaan. Ja. Als er niks te doen is, dan zie je vanzelf dat de omzet naar beneden gaat. Dus doordat ik zelf heel erg op de werkvloer sta, weet ik heel goed wat er gebeurt. En ik kan natuurlijk onmogelijk van mijn verkopers verwachten, als er niks te doen is, kunnen zij ook niks verkopen. Ja. Ja. Dus, en natuurlijk heel veel bedrijven worden van bovenaf geregeerd. Die weten niet wat er in de showrooms gebeurt. Ja, en die zeggen, ja, maar je moet de auto's verkopen. Ja, maar als die klanten er niet zijn en dan kan je trekken aan een dood paard, dan houdt het feest een beetje op. Is er eigenlijk in dit bedrijf, als je heel eerlijk bent, één iemand die de scepter zwaait? Of is het een team, is het echt teamwork? Hoe zit dat? Nee, ik heb een hele platte organisatie. Ik heb één after sales manager die heel belangrijk is. Ik heb één schademanager die heel belangrijk is. Ik heb één lease manager die belangrijk is. En een financieel directeur. En de jongen van Classic. Dat zijn de vijf pilaren waar deze winkel op draait. En de rest volgt. We zijn laagdrempelig. We hebben geen vergadercultuur. Dat we overal de hele tijd aan het vergaderen zijn. Daar doe je niemand een plezier mee. En als er een probleem is, lost het gelijk op. Ja. En ook niet wachten tot de volgende vergadering. Nee, is er een probleem, pakken we het aan en lost het op. Ja. Het belangrijkste, denk ik, wat ik meeneem uit mijn gesprek met jou, is de drive. Geloof je erin? Geloof je erin dat je goed voor je klant zorgt, uiteindelijk goed is voor je organisatie, voor je klant, voor je medewerkers, voor iedereen en daarmee dus ook voor de portemonnee? Maar heb je dat geloof? Ga er dan voor, kom in beweging. Maar als jij nog overtuigd moet raken door Excelletjes, door spreadsheets en door een businessplan, ja, dan ben je mogelijk nog niet in de juiste positie om een experience te bouwen zoals jij hier hebt gedaan. Ik denk het. En als je geloof hebt in je kunnen, en datzelfde als jij uitstraalt naar een klant dat jij de deal met de klant gaat doen, straal je het namelijk ook uit. Ja. Maar als je van tevoren al denkt, dit komt niet goed, ik heb een verrassing, dan komt het ook niet goed. Nee. Dus zorg ervoor, meneer, ik doe gewoon voor u de beste voorstel en uiteindelijk gaan we samen eruit komen. Ja. Straal je het uit, dan werk je het af. Straal je het niet uit, werk je het niet af. Mooi om mee af te sluiten. Mark, mag ik jou hartelijk danken voor je gastvrijheid hier, voor je inspiratie in dit webinar. Renate, wie heeft het boek gewonnen? Nou, dat is Auto Oortman. Auto Oortman wil heel graag dat jullie bij Auto Oortman op bezoek komen. Zij kunnen nog wel wat stappen zetten, schrijven zij. Nou, dat we dat kunnen aanbieden, dat jullie bij hun langskomen, dat wordt lastig. Maar we hebben net wel gehoord dat Auto Oortman in ieder geval hier welkom is. Ja. Maar mochten ze daar niet zo snel de tijd voor kunnen maken, dan gaat deze vast helpen. Weet jij waar die naartoe moet? Ik ga daar uitkomen en anders weet Auto Oortman mij vast ook te vinden. Kijk, het belangrijke wat ik nog wil toevoegen, dat ze altijd kunnen langskomen en ook eventueel 's avonds na werktijd. Hm. Dus het hoeft niet per se in de openingstijd. Nee. Mark, dankjewel voor vandaag. Jij, dankjewel voor het kijken naar dit webinar. Ik hoop dat jij net zo geïnspireerd bent als ik en dat je ermee aan de gang kan. Renate zei het al, het programma met de video's Klantgerichter door de crisis is nog steeds beschikbaar. Ga daar ook vooral naar kijken en hopelijk zien we elkaar de volgende keer weer. Tot dan!